Beste wijnvrienden, we zitten hier letterlijk op de vaten van Château-le-Bernayde. Helemaal in het westen van de Médoc, Vier kilometer van de Gironde, zes kilometer van het Atlantische Oceaan. Daardoor hebben we hier een klein microklimaatje. Daar Dat komt de druiven ten goede. 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot. En dan worden deze druiven nog negen maanden op deze eikenhouten vaten gelagerd om tot een complexe mooie wijn te komen. Een intense kleur, krachtig in de mond, een beetje soepel in, in, in de afdronk, maar vooral gebaseerd op het fruit. Lekker gewoonweg. Een wijntje die past bij de charcuterie-schotel, een kaasschotel, lichte wildgerechten. Het is ook een wijntje die we nog gerust vijf, zes jaar in de kelder kunnen bewaren. Maar ik ga zo lang niet wachten. Gezondheid.